Ja, dank u wel. De minister maakt onderscheid tussen activisme enerzijds en extremisme anderzijds en probeert ons gerust te stellen door te zeggen dat activisme buiten de reikwijdte van dit wetsvoorstel valt. Maar volgens mij komt dat niet overeen met de tekst van het wetsvoorstel. En daarmee borduur ik ook even voort op de vraag van de heer Sneller over die zinsnede. Het proces dat uiteindelijk kan leiden tot terroristische of extremistische activiteiten. Erkent de minister daarmee dat personen die nog niets strafbaars hebben gedaan, die ook nog helemaal niet bereid zijn om in ernstige mate de wet te overtreden, maar zich wel bevinden in een proces dat daar uiteindelijk toe kan leiden, al kunnen worden aangemerkt als een persoon die in verband gebracht kan worden met radicalisering en dus onderwerp kunnen worden van zo'n casusoverleg, en dat die wet, die reikwijdte, dus wel degelijk veel breder is dan daadwerkelijk extremisme of terrorisme, want dat deze wet al toepasselijk wordt in een veel vroeger stadium als er nog helemaal geen strafbaar feit is gepleegd? Laat ik het zo zeggen, het eerste deel van de vraag klopt en het tweede deel niet. Het gaat hier inderdaad over mensen die niet al een terroristische aanslag hebben gepleegd. Dit gaat over vroegsignalering en preventie. En vanuit de Kamer ook terecht op alle domeinen waar ik voor sta bij justitie en veiligheid, waar heel veel aandacht gaat naar preventie en vroegsignalering. Dus dan moet je erbij zijn voordat iemand die grens overgaat van het gebruik in dit geval van grof geweld. Vervolgens was de vraag, en ook niet de bereidheid heeft, dat is niet waar. De criteria die hier staan gaan juist over bereidheid hebben en dat in je gedragingen tonen om geweld te gebruiken voor extremistische doeleinden. Dus is hier absoluut geen sprake van dat activisme, extremisme en radicalisering op één hoop worden gegooid. Integendeel, in de wet is dat juist heel erg uit elkaar getrokken. Meneer Van Meijer in tweede instantie. Ja, dit komt daadwerkelijk niet overeen met de tekst van het artikel, want dat artikel 1 onderdeel A bepaalt uitdrukkelijk juist dat nog geen sprake hoeft te zijn van die bereidheid, maar dat al de wet van toepassing is in het proces dat daar uiteindelijk toe kan leiden. En ik begrijp dat je natuurlijk wil kunnen optreden voordat er daadwerkelijk een terroristische of extremistische activiteit is verricht. Alleen die zinsnede, het proces dat daar uiteindelijk toe kan leiden, is wel heel erg ruim. Want burgemeesters die kunnen toch prima motiveren dat wanneer personen die nog niet strafbaars doen, maar wel steeds activistischer worden, dat dat een proces is dat daar uiteindelijk toe kan leiden. Er is niet gekozen voor het proces dat daar uiteindelijk toe zal leiden of waarschijnlijk toe zal leiden of dat er een directe dreiging is. Nee, al zodra er een proces is dat uiteindelijk kan leiden tot extremistische activiteiten, dus kan leiden tot die bereidheid om eventueel in ernstige mate de wet te overtreden, dan kun je al in verband gebracht worden met radicalisering. En als de minister dit niet zo bedoelt, waarom heeft ze dan geen gehoor gegeven aan het advies van de Nederlandse Orde van Advocaten om handvatten te geven voor wanneer er nou sprake is van dat proces? Want dat is nog steeds totaal onduidelijk, ondanks alle vragen die hier gesteld zijn. Wanneer is er nou sprake van zo'n proces als dat verder gaat dan activisme, maar er is nog geen sprake van extremisme? De minister. Nou, het staat nogal duidelijk in artikel 5. Dus er wordt een hele lange vraag gesteld met allerlei aannames die niet corresponderen met waar we het vandaag over hebben. En waar we het vandaag over hebben is al ingewikkeld en complex genoeg. Dus ik zou ook iedereen willen uitnodigen om dan vooral te kijken wat staat en hoe kunnen we dat dan aanscherpen indien nodig. Want dat die aanscherping nodig is en in dit debat en in het gesprek, dat deel ik natuurlijk. Maar die van mij gooit echt alles op één hoop en dat is gewoon niet aan de orde in de wetstekst zoals die voor ligt. Dit gaat over de bereidheid om geweld te gebruiken en dat dat toonbaar moet zijn uit je gedragingen. Dus er is absoluut geen sprake van dat burgemeesters volgens lukraak activisten ergens aan een casusoverleg gaan bespreken of laten bespreken. Dat is ook de praktijk niet. Dat is niet hoe het werkt. Dat is niet hoe het de afgelopen jaren heeft gewerkt. En sterker nog, hiermee doen we ook nog eens de waarborgen extra scherp opschrijven om te voorkomen dat het ooit zou kunnen werken. Maar de heer Van Meijer zegt, ja, maar ik vind dat er moet staan, deze activiteiten zullen leiden tot een extremistische aanslag. Op het moment dat we dat weten, heb je geen weegploeg meer nodig, geen casusoverleg nodig, maar dan stuur je gewoon de politie erop af en dan zorg je dat je het verijdelt. En ook dat gebeurt in ons land. Dus er zijn mensen dag en nacht bezig om ons veilig te houden, of door middel van vroegsignalering, of door middel van preventie,
Of als dat allemaal over het hoofd gezien is of te laat is door andere zaken. Maar de advies van NOVA is juist gehoor aangegeven aan de advocaten in artikel 5. En de heer Van Meijden schudt nee, maar dat is omdat dat niet past in zijn verhaal. Maar er is juist naar geluisterd en het onderscheid is heel strak gemaakt. Kort en laatste instantie op dit punt, meneer Van Meijeren. De Nederlandse Orde van Advocaten die heeft geadviseerd om die definitie verder af te bakenen. Daarover heeft de regering gezegd, we hebben in de toelichting iets verduidelijkt. Maar die definitie zelf die is volledig in stand gehouden met alle gebreken van dien. Die criteria in artikel 5, daarvoor geldt eigenlijk hetzelfde. Het ziet er op het eerste gezicht mooi uit, maar er staat niets concreets waaraan voldaan moet zijn. Nee, er moet rekening worden gehouden met. Maar er is niets objectiefs waaraan voldaan moet zijn voordat zo'n persoon kan worden aangemerkt als radicaliserend. Mijn zorgen zijn totaal niet weggenomen. En ik zou willen zeggen, als de minister vindt dat de wet op deze manier geïnterpreteerd zou moeten worden, maar dat blijkt niet uit de wet, dat leidt tot heel veel onduidelijkheid, wat je ook merkt hier in deze Kamer, of ze dan toch wil nadenken over een nota van wijziging om alsnog die definitie van radicalisering minder ruim te maken. Want op dit moment staat de deur wagenwijd open voor misbruik van deze wet. Nee, probeer een kortere te interrumperen. Ik ga even tussendoor, maar ik heb ook vorige week heel veel ruimte gegeven aan het debat, want het gaat over wet, moet zorgvuldig enzovoort. Hè. Dus daarom zitten we hier voor de tweede dag. Maar probeer dan alsjeblieft allemaal, dan nodig ik u uit, om korte interrupties te doen, zodat we het lang over de inhoud kunnen hebben. En we er ook vandaag zeg maar de tweede termijn af kunnen maken straks. De minister. Dank u wel, voorzitter. En ik zal het kort houden. Artikel 5, derde lid, geeft die hele concrete handvatten. En ik geloof niet dat die van mij ervan overtuigd wil worden, maar dan zeg ik het maar tegen iedereen die versie van het verhaal neigt te geloven dat zomaar random mensen behandeld kunnen worden als potentiële radicaliserende personen. Dat is niet aan de orde in onze samenleving. En gelukkig werkt het juist goed om ervoor te zorgen dat ook de heer Van Meijeren vrijheid veilig over straat kan. Ook daarvoor worden die casusoverleggen ingezet. Dus ik vind het nogal wat. Maar goed, professionals van de gemeente, van het Openbaar Ministerie, van politie, daar waar nodig GGZ, zorg, zitten natuurlijk allemaal aan tafel om ook juist die weging te kunnen maken en om ervoor te zorgen dat zij hun kostbare tijd besteden aan mensen die dat ook nodig hebben om ons veilig te houden, maar ook